Hier aan de zandvlakte. Er gaat zo dadelijk veranderingen komen. 3, 2, 1. Daar is het. En zien jullie dat ding daar? Ja. En daar is die weer. De kontkabouter. Zie je dat? Oh my god, die komen we de laatste tijd vaker tegen. Waarom die dingen overal hier staan, geen idee. Maar nu. Een trap naar boven. Ja, we zijn uitgekomen bij een oude zandzuiginstallatie. Wow, als hij daar bovenaan staat, dat lijkt me echt wel kicken. Maar het ding staat volgens mij op instorten. Of hij is heel gammel. Kijk eens. Oh. Jawel. Het mooiste ervan is, deze paal of wat het dan ook is, bevindt zich eigenlijk in een soort van kuil helemaal hier rondomheen. Heel erg gaaf. Moet eens even kijken, er hangt ook een touw aan. Aha, en of dat nog niet genoeg is, daar heb je de andere installatie staan. Laten we daar maar eens eventjes gaan kijken. Even kijken wat er onder die mat zit. Niks, geen slangen, geen pythons, alleen een slakje. Even kijken. Ah, er is ook een groot water bij. En een soort van steenfabriek. Oké dan. Nou, je ziet het, we hebben weer iets nieuws ontdekt. Dat doen we eigenlijk zo vaak mogelijk als het maar kan. Nieuwe dingen ontdekken voor mijn kanaal. En ja, laat maar eventjes gaan kijken wat het nou precies is. Ik ben hier één keer vroeger in de wintermaanden ook geweest. Maar toen was het in principe te koud om te filmen. Zo ziet het eruit. Ah, wacht, kijk eens. Jawel. Heel erg gaaf. Nou, dan gaan we hier maar eens eventjes langslopen. En dan kijken of we dus dadelijk over de muur heen kunnen gaan. Ze hebben hier ook vuur gemaakt, zie je dat? Ah, zo te horen zitten daar ook vogels. Heel droog allemaal. Aha, kijk eens wat we ontdekt hebben. Een trap naar boven. Ja. Wat zullen we gaan doen? Aha, kijk eens, daar lopen nog meer trappen. En je ziet het, er zit een soort van ding in waar je kan zien hoe vol die is. Er ligt weer een stuk hout. Oké dan. Wat is dit? Lijkt wel een soort van haring. Ik weet niet, zou ik het meenemen? Ik kan het niet gebruiken ook. Even kijken. Dan moeten we er echt helemaal omheen lopen. Dat is altijd wel mooi, die blikken bier. Dan kun je altijd de vervallingsdatum van zien. Zie je dat? We moeten de camera eigenlijk omdraaien. Heel erg gaaf. Nou, gaan we eventjes kijken wat we aantreffen. Er komt een auto voorbij, maar die heeft ons niet in de gaten. Hé, wacht. Ah nee, dat is een redelijk nieuwe. Ik denk dat is een hele oude. Eventjes kijken hoor. Mijn eerste indruk van het systeem. Het ziet er behoorlijk oud uit al. Het is helemaal verroest. Het doet me gelijk denken aan de verlaten fabriek in Doesburg, waar ik wel eens geweest ben. Oh jongens, wat is dit? Kijk eens. Ja. Er komen hier ook nog grotere beesten zo te zien. Oh. Hij is die kant heen gelopen. Naar het water toe.
Dan hoop ik dat hij daar blijft of wat het ook is. Even kijken. Even kijken. Jawel. Aha. Kijk eens, er zit nog een ouderwetse schakelaar. Zit daar nog aan. Dan zou we even een keer een schroevendraaier mee kunnen nemen. Zo'n kruisschroevendraaier en het ding los kunnen maken. Dan kunnen we hier gewoon opstaan. En dan gaan we eventjes kijken wat er van elektronica te halen valt. Kijk eens. Ja. Ai, jongens, kijk. Dit ding is nog intact. Dus dat moet dan wel heel erg duur goed materiaal zijn geweest, jongen. Eventjes kijken. Ja, dit is een soort van zanddingeninstallatie. Ja! Misschien is het een diamantenzoeker geweest. Dat hier dat water afging of zo. Hier heb je die rollen. Heel erg gaaf. Maar nu. Staat het op instorten of niet? We gaan het gewoon even uittesten. Oh nee, het is heel stevig zelfs. Dus we gaan even naar boven toe. Ja, kijk. We missen al iets. Een soort van hek om ons te houden. Ze hebben het gewoon weggehaald. Maar nu. Dus we kunnen niet verder. Ja, oh jongens, kijk eens daar bovenaan. Die slangensysteem. Kijk eens. Oh jongens. Heel erg gaaf. Hé, kwam er nou wat? Druppelde daar nou wat uit? Even kijken. Hé jongens, kijk. Je kan hier letterlijk in de bak kijken. En hier. Kijk dan, dit zit er al zo lang het ding oud is. Ze hebben hem nog niet eraf gehaald. Die heeft hij gewoon diezelfde kleur, heeft hij. Wow. Zo zagen de tie-rips er vroeger uit. Er is een speciale manier voor. Als de politie je vastbindt met die tie-rips, heb ik op internet gezien. Dan is er een speciale manier voor om ze dan toch nog los te krijgen. Met een soort van speciale draaiende beweging. Eventjes. Er groeien zelfs bomen op, zie je dat? Wat gaan wij doen? Wij wouden hier eigenlijk overheen. Wij wouden naar boven, maar ik heb ze net meerdere trappen gezien. Waar zijn die dan ineens gebleven? Huh? Nou, moet ik eens even een goede inspectie gaan doen, want wij wouden eigenlijk helemaal naar boven gaan. Maar dat gaat niet, helaas. Is dat nou een velg van een auto? Ja, ze hebben een velg eraan gemaakt. Kijk eens. Dat hebben ze natuurlijk gedaan om hier een soort van blusslang omheen te gaan maken of zo. Wow, we hebben zelfs een keer een auto-ongeluk gehad. Ik zat bij een vriend, een schoolvriend van mij, in een auto. En een vrachtwagen had stenen verloren. En dan zijn we met de velg overheen gereden. Toen hadden we een klapband. En toen was dit staal was helemaal naar binnen geslagen. En toen kwamen we pas achter hoeveel geluk we eigenlijk gehad hebben. Dat we het overleefd hebben. Jawel. Even kijken. Hé, hey. Kijk, daar druppelt het gewoon nog na. Zie je dat? Dus er is regen ingevallen. Even kijken. Daar loopt wel een trap. En hier is hij dus letterlijk gewoon. Hij mist gewoon een stuk. Nou. Wacht. Hier heb je een soort van leiding. Gaan we maar eens eventjes inkijken. Misschien dat we iets geheims kunnen vinden binnen. Het kan zijn dat iemand daar wat dingen verstoppeld heeft binnenin. Ik weet niet of er wat ligt. Dat zal denk ik wel een stuk hout zijn. Even kijken. Ja, het is op zich wel een leuke installatie, maar ik wil naar boven. Hé, hey, hier gaat ineens een pijp de grond in, zie je dat? Ik weet niet wat er allemaal ligt, vuurwerk en zo. Ja. Ah, ze hebben een sticker geplakt. Zie je dat? Nou, dat is nog een redelijk goeie. Oké dan. Hier zitten ook nog allemaal tie-rips. Nou, hier hebben ze een bierflesje kapot gegooid. Ja, nou, ik heb het eigenlijk wel
gezien, wil ik haast bijna zeggen. Maar we hebben... Kijk, hier ligt nog gewoon vuurwerk met lont. Ik weet niet of mijn camera erop scherp gaat stellen. Zie? Er staat 19 nog wat. Oh, wow. Boeit me eigenlijk weinig wat er staat. Even kijken hoor. Aha. Ja. Wat zullen we nou zeggen? Er ligt wel van alles. Kijk, een oud lucifadoosje ligt er. Laat maar eens op jongens, als jullie lucifadoosjes kopen. Als je de lucifers eruit haalt, daar zit een datum in tegenwoordig. Dat was vroeger helemaal niet zo. Ga zelf maar kijken als je de lucifers koopt. Deze dus. En je maakt het doosje open, je haalt de lucifers eruit, dan zit op de bodem de datum. Dus dat snap ik eigenlijk niet. Waarom hebben lucifers een vervaldatum? Of is het, nee, dat zal wel de productiedatum zijn van de lucifers. Even kijken. Zijn er dan drugsnaalden? Nee. Vroeger in dit gebied vond je heel veel drugsnaalden. Dat zijn ze denk ik niet. Wacht even. Nee, gelukkig niet. Even kijken wat wij gaan doen. Ze zijn in de zandbak terechtgekomen. Kijk, heb je hier weer zo'n pijp? Kijken wat erin zit. Wow! Dat gebruiken ze als prullenbak. De blikjes bier. Ja, daar kun je nog wel eens dingen in vinden in zo'n... Even kijken. Wacht. Ik wil hem eigenlijk helemaal op beeld hebben. Aha. Dan zit hij te kijken, daar loopt een trap. En die loopt dat daar. Ah, wacht, wij zijn net al in dat stukje geweest. Dus hoger kun je niet komen. Heel erg mooi. Valt me mee dat ze nog geen dingen weggehaald hebben voor oud ijzer. Maar goed. Heel erg mooi. Nou. Wat gaan wij nu doen? Nou, het was eigenlijk gewoon helemaal niet de planning om hier naartoe te gaan. Maar we kwamen hier toch langs. Ik denk dat ik net zo goed een avondvlog maken. Waarom ik hierheen loop, geen idee. Laten we eens gewoon even de boel gaan verkennen hier. Aha, wacht. Ja, och, zijn we hier terecht gekomen. Oh, dit is een voor mij best wel lachen plek eigenlijk. Want vroeger kwamen we hier als jeugd zijn. Hè? Toen was ik 14, 15 denk ik. Ja, toen had ik nog geen brommetje. En toen vonden wij hier altijd seksboekjes. Die vonden we hier altijd. Even kijken hoor. Ah, kijk, die plek daar. Zie je dat? Hé, wacht. Wow, jongens. We hebben een soort van meerkoet ontdekt. Jezus. Wacht, we gaan naar beneden. Ja, vet. Even kijken. Heel erg gaaf. We zijn hier bij een soort van waterplas terechtgekomen. Komeet of niet? Ja, zo. Komt die nou uit Rusland of... Wow, vet. Even kijken. Nou, kijken wat we hier kunnen gaan vinden. Godverdomme. De spinnenrog hier. Nou, even kijken. Aha. Kijk, alles staat hier al in de bloei in de knop. Wat hoor ik nou? Oh, niks. Een hele aparte plek. Ah, kijk, rietmoeras. Ja, wacht. Daar is de weg. Hier is een waterplas. Hier zouden we mooi onze boot een keer kunnen uittesten. Wat is dat nou? Ik hoor steeds geluid van die kant afkomen. Hé, wacht. Is het een berkenboom of niet?
Ja, dat is een kleine berg. Ja. Oh, hij voelt helemaal glad aan. En kijk eens. Oh. Ja, wacht even. Dit is een hele mooie plek om een keer een tent neer te zetten. Zo hier bij het water. En je ziet dat hier loopt het omhoog, dus je zit hier ook nog beschut. Daar heb je dan de installatie staan. Hier heb je twee van die kleine berkenbomen. En je ziet het heel duidelijk. Ook hier staat het in de vierde maand. Staat alles in de knop. Nou hoor ik een auto vanaf die kant komen. Wat is dat? Het lijkt wel een trein. Huh? Wow, dat is heel raar. Het lijkt net of dat hij hier gewoon voorbij komt. Daarachter is de weg volgens mij. Wow, dat geluid komt hier van een hele aparte kant af. Merk ik nu. Maar dat zal wel door deze beschutting komen. Ja, wat gaan wij doen? Wij gaan gewoon even proberen verder te lopen hier. Kijk. Dit is wel een mooie plek s'avonds. Ik denk dat hier... Zit er een beestje tussen? Wacht, er beweegt iets. Ja, we gaan hier de... We kunnen hier heel misschien de roerdomp een keer spotten. Dat is een hele schuwe vogel. Die zit dan altijd tussen dit riet. Dan gaan we even verder lopen. Ja. Even eens kijken. Nou, hier loop je dus. Wat ligt daar? Ligt iets? Er ligt een fles. Een spaatje is het volgens mij. Dit is wel mooi. Hier staan overal berkenbomen. Zie je dat? Heel erg mooi. Kijk, het zit hier helemaal vol met berken. Eigenlijk overal waar je kijkt. Nou, wij wouden eigenlijk die kant heen gaan. Maar dat doen we volgende keer wel via de andere kant. Mooie zonsondergang. Ja, ik onthoud het even. Ik zet zo dadelijk deze plek wel in mijn GPS. En dan zullen we eens een keer kijken of dat we hier eens een keertje aan het water kunnen zitten. En je mag hier volgens mij vissen. Want daarvoor aan stond het bord visvijver. En dan zullen ze denk ik wel dit mee bedoelen. Ik hou eigenlijk helemaal niet van vissen. Maar goed. Het moet wel rustgevend zijn blijkbaar. Je zit dan op een stoeltje aan de waterkant en kijken of dat ze willen happen. Jawel. Even eens kijken, wat gaan wij doen? Het is op zich een hele rustige omgeving. En ik heb zelfs een vermoeden, als ik hier de tent neer ga zetten en ik ga hier s'avonds aan de waterkant zitten met mijn nachtkijker, dat ik behoorlijk wat dingetjes kan zien. Omdat het hier, hoe moet ik het zeggen, het is hier namelijk heel ver van de stad vandaan. Hier heb je geen lichtvervuiling en daar reageert de nachtkijker op. Ik zie daar wel een auto staan. Ja. Er is een huis aan de overkant van het water, of een soort van boerderij. Kijk, en die hebben je dus wel in de gaten als je hier vuur gaat maken. Maar daar hebben we wel een oplossing voor. We zouden hier een soort van schot kunnen maken, dat die ons dan niet ziet. Even kijken. Hoe lang ben ik aan het filmen? 19 minuten en 10 seconden, jawel. Dus dan kan ik nog wel even. Wat gaan wij doen? Wij kwamen daar vandaan. Nou willen we... Wacht, wij gaan gewoon hier dwars door de bos heen. Dan gaan we eventjes kijken waar we uitkomen. Het takje is dus afgebroken. Dus hier heeft al blijkbaar iemand gelopen. Eventjes kijken of dat gaat lukken. Wij willen eigenlijk daar naar boven toe.
lijkt op een spiegel van een auto of zo. Wat is het? Nee, dit is een soort van bak. Dan gaan we hier doorheen. Je ziet wel heel duidelijk dat hier wel meer mensen komen. Hier kom je in een soort van sloot terecht. Hé, ligt daar nou een Heineken? Ligt daar of niet? Ja, de verpakking daarvan. Ik denk dat de inhoud leeggezopen is. Ja, we hebben ons vastgelopen. Ik ben er niet zo blij mee. Dan gaan we even kijken of we die takken weg kunnen halen. Zo. Dan moeten we er doorheen komen. Jongens, wat ligt hier allemaal? Ik denk dat je hier met een metaaldetector gaat zoeken, had je wel spullen gaat vinden. Dan kom je bij een soort hele steile wand uit. Die moeten we dan omhoog gaan lopen. Hier zit ook een bijennest. En dan moeten we helemaal omhoog. What the fuck? Ja, we hebben het gered. Nou, hier komen we dus letterlijk uit. We zijn net bij het waterwezen kijken. En je ziet het, daar gaat de zon al onder. Maar nu. Ach, je komt hier bij een soort van hek uit. Kijk, en op dat bord, daar moet visvijver op staan. Het is zo goed warm buiten. Kijk. We hebben bekabeling ontdekt, zie je dat? Wacht. Wow, what the fuck? Mijn lamp ging aan van de camera. Oh, daar zit ik nou echt niet op te wachten, jong. Oh, man, gee. Wat is dat? Een drone of niet? Nee, het zijn propellers van een drone. Oké, dan. Oh, dit is de eerste keer dat ik zo schrik van mijn eigen camera. Het licht gaat gewoon aan. Ja, hier zitten nog meer kabels. Zie je dat hier? Ja, er zit een soort van stalen gevlochten mantel omheen. En die kabels die gaan letterlijk hier in het beton. Waar zou dat voor zijn? Zou dit een soort van motor hebben of zo? Zou je bijna willen zeggen. Waarom zitten er zoveel kabels aan? Kijk dan. Als iemand weet waarvoor dit is, zet het ook even onder de video. Het ziet er namelijk zo uit. Nou. Ja. Ik heb sowieso nooit gezien, maar goed. Wacht. Ja. We zijn ergens in de middle of nowhere terechtgekomen. Hier kom je bij een soort van boerenveld uit. Daar heb je een steenfabriek. Denk ik. Ja, dat is een steenfabriek. Even kijken wat we kunnen detecteren. Hé, hey, kijk eens. Er zitten wilde ganzen. En het is een soort van bosgebied wat daarachter loopt. Een hele strook zelfs. Daar heb je nog water. En ik hoor er allemaal ganzen. Ja. Laat maar eens eventjes kijken bij dat bord. Wat er nou precies op staat, of je hier nou wel of niet mag vissen. Ik kwam hier straks voorbij rijden en toen zag ik waarschijnlijk viswater staan. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Kijk. Viswater.
Oké. Dus je mag hier blijkbaar vissen. Ja. Nou, er is voetbal op tv. En dat is te zien, er is niemand op straat. Ze zitten allemaal voor de buis. Zitten ze naar het balletje te kijken. Jawel. Wacht. Kijk, hier heb je een soort van hekwerk. Maar daar ligt iets. Een soort van vat. En daar zie je het waterplas achter. Ik vind het een heel apart gebied. En ook heel erg rustig eigenlijk, om het maar zo te zeggen. Dan gaan we die straat maar gewoon even aflopen. Wij gaan daar eens even kijken. Kijken wat we daar vinden. Dan komen we natuurlijk gewoon bij het water uit. Ik hoor hier wel allemaal beesten en vogels. En vooral wilde ganzen. Nou, laten we hier maar even gaan kijken. Aha, kijk. Als je hier de bus neerzet, dan zou je hier met de boot het water in kunnen. Er vloog een vogel weg. Nou, laat maar eens even naar beneden gaan, heel rustig. Oké dan. Ah, kijk, hier kom je bij het water uit. Heel erg helder water. Kijk eens hoe groot de plas dat eigenlijk is. Even kijken of dat we beesten kunnen detecteren. Nee. Een soort van zandberg. Ja, kijk, nu zie je pas hoe groot de waterplas is. Heel erg mooi. Aan mij is de vraag hoe diep zou die zijn. Ja, je kan hier je duikerspakje aandoen. En dan zou je hier naar beneden kunnen. En dan met een hele goede zaklantaarn. Zuurstofflesjes op je rug. En dan kijken of we de kluizen uit het water kunnen halen. Want hier zullen zeker weten waar kluizen in liggen. Dat kan haast niet anders. Wacht. Vliegtuig. Ja. Nou. Ach, dat is natuurlijk die weerkaatsing van die wolk. Oké dan. Ja, het is heel rustgevend, wil ik bijna zeggen. Ja, wacht. Ik ben het bijna vergeten. De coördinaat aan jullie te laten geven. Dan kunnen jullie hier ook heen kijken. Kunnen jullie bijvoorbeeld je tent hier neerzetten? En dan kunnen jullie gaan vissen bij het viswater. Jawel. En mij benieuwen of mijn GPS dit water aan gaat geven. En vooral of dat hij nu wil aangeven dat we bij het water staan. Hij moet nog even opstarten. Kijk. Er zit dus een vogel. Wow, wie weet welke vogel het is? Ik kan het op mijn kleine schermpje niet goed detecteren. Maar luister naar het geluid wat hij maakt. Ja, hij is heel snel. Nou, gaan we eventjes kijken of dat we kunnen zien waar die is. Als die mee wil werken. Jawel. Ja, kijk. We staan precies op de grens van het water. Zie, hier begint het water. Ik kan even laten zien
dat het ook echt water is. Want ik wil er eigenlijk een steen in gooien. Maar ik kan geen steen vinden. Hier is er alleen. Kijk. Dus nu zie je pas hoe nauwkeurig zo'n GPS is. Maar nu, de coördinaat. En vooral, eventjes laten kijken hoe groot die... Oh, het is een groot water. Kijk. En dan is dit de exacte coördinaat waar ik me nu bevind. Dan komt hij weer Noord 51 52 844 en East 006 02 892. Heel erg mooi. En dit is de satellietsterkte, zeg maar. Hij is nog een beetje aan het opbouwen. Heel erg gaaf. Jawel. Nou, we gaan hem weer afsluiten. Het was alleen maar even om te laten zien. En wat gaat... Wow, hij zat helemaal erachteraan. Zie je dat? Het vliegtuig. Nou, wij gaan de waterplas weer verlaten. En wij gaan weer naar boven toe. Ik ben altijd nog steeds op zoek naar een soort van steen met een soort van gat erin. Waar ik mijn buienradar in kan doen. Want ik wil mijn buienradar buiten zetten. Maar die moet eigenlijk in een soort van standaard schuiven. In een soort van standaard staan, zeg maar. Dus dan kun je wel zo'n oude paraplu ding halen. En die kun je vullen met zand. Zal ik eens even kijken of ik dat binnenkort een keer kan gaan doen. Nou, de eerste fietsers komen... Of niet? Of zijn dat wandelaartjes? Nee, ze zijn op de fiets. Ik weet niet waar ze helemaal heen gaan. Maar deze weg die loopt blijkbaar naar Duitsland toe ergens. Even eens kijken. Ah, kijk, hier heb je zo'n soort stal van de boer waar de koeien in zitten. Tenminste, dat denk ik dan wel. Ik weet niet precies hoe het heet. Hier heb je zo'n ding voor schrikdraad. Even eens kijken hoor. Hier stonden vroeger altijd koeien. En als je hier dan voorbij liep, dan waren ze extreem bang. Dus ja, ze verwachten hier... Zo ver weg van de stad verwachten ze eigenlijk niemand. Daarom zijn die beesten natuurlijk bang. Oh, een heel oud boerenhek staat hier. Wacht. Hij zit wel vast, zie je dat? Even kijken. Oh, het is kapot, zie je dat? Dat is de vogel. Ja, je ziet duidelijk dat hij die dingen uit de boom aan het pikken is. Heel erg mooi. Ah. Wacht. Wat staat daar dan? Ah, een koeiendrinkgeval. Dat groene ding beneden. Daar kunnen ze met de neus tegenaan drukken. En dan krijgen ze als het goed is water. Even eens kijken. Ah, hierachter is nog een water, zie je dat? Nou, de zon zal al officieel... Oh, jongens, kijk eens. Zie je dat? We hebben daar een soort van waterplas in het bos ontdekt. Hé, hey, dat is op zich ook wel mooi. Dat loopt helemaal tot daar achteraan. Kijk, en je ziet heel duidelijk dat je hier naar beneden kan. Oh, dat is ook wel apart. Kijk, want het ligt eigenlijk in een soort van dal. Dus ik heb zo'n vermoeden dat hier ook... In de avonduren best wel veel beesten komen. Die komen natuurlijk altijd op het water af. Je ziet het heel duidelijk. Daar heb je ook water. En dat loopt eigenlijk gewoon helemaal die kant heen, zeg maar. Even kijken hoor. Ja, kijk, hier heb je nog meer water. Kijk, en daar kunnen zich wel eens... Wilde ganzen
verscholen houden. En ik heb zelfs een vermoeden dat dat ook het geval is. Wacht. Moeten we eventjes kijken wat dat nu is. Oh nee, dat is niks. Ah, je ziet het, we zijn helemaal omringd door water. Nou, wij gaan de vlog weer beëindigen. Daar heb je water, hier heb je een pad en daar heb je water. En daarachteraan heb je ook nog water. En je ziet het daarachteraan, waar die auto dus staat, daar loopt het dus omhoog. Daar heb je dus letterlijk en figuurlijk de dijk. Nou, wij gaan de vlog weer beëindigen. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Hij is totaal anders dan wat jullie eigenlijk gewend zijn van mij. Ik denk, ik rij hier langs het natuurgebied of waterplas, of hoe je het ook wil noemen. Ik denk van, zet het even op film. Dat is altijd wel leuk. En je ziet het. Alles begint al heel iets groen te worden. Zie je dat? Dus dat duurt niet lang meer. Dan heb je hier één groene oase. Jawel. Doei!